Wat is uw favoriete drug? Ah, mijn favoriete drug is jenever. Laten we de test doen. Neemt jij een wietje? Terwijl jij de keer zuigt, drink ik een slok jenever. Wie denkt jij dat het rapste high zal zijn? Dr. Joseph. Ik dacht eigenlijk al dat dit uw antwoord ging zijn. Daarom heb ik een hele les voorbereid over nootmuskaat. Dat is heel goed. Wat kunt jij ons vertellen over nootmuskaat? Nootmuskaat moet je altijd die bolletjes gebruiken. Niet dat poeier. Die gemalen. Die bolletjes die je zelf moet raspen. Maar als je die te ver rasp, gaan er stukken van uw vingertop mee. En dan heb je nootmuskaat met vlees, wat nog voedzamer is en wat nog een speciale smaak geeft aan de nootmuskaat in soep en in andere producten. Hoeveel nootmuskaat moet ik gebruiken in mijn stoemp? In uw stoemp moet je een half bolletje nootmuskaat gebruiken. Geen muskus. Dat is iets gans anders. En dat is niet goed in het eten. Wist je dat je high kunt worden van nootmuskaat? Tuurlijk. Slik zo 20 bolletjes in. Je bent zo high dat ze u naar de kliniek moeten voeren en uw maag ledigen. Je krijgt er vooral een heel droge mond van. Je gaat water ophouden, denk ik. Maar je gaat ook groene draakjes beginnen zien. Als ik groene draken wil zien, dan surf ik naar de site van de groene. En daar zie ik alleen maar groene draken. Draken. Zoals Christophe Calvo. Merem Almaty, wat een draak. Een beetje respect voor zwaarlijvige dwergen. Alsjeblieft, hè. Het is niet omdat ze modderwet is dat dat mens geen recht zou hebben om te ademen zoals wij. Natuurlijk zonder mondmasker dat ze misschien coronavirussen zou binnenkrijgen. Dank u wel voor de les. De volgende keer leren we u een mondmasker naaien. Maggie de Blok heeft een laken nodig voor een dubbel bed.